Het ministerie van Volksgezondheid hoopt op 22 februari van start te gaan met het vaccineren van de frontliners. Suriname heeft onlangs 1000 doses AstraZeneca-vaccins van Barbados ontvangen. Minister Amar Ramadine van Volksgezondheid zegt dat de regering morgen een presentatie krijgt over de vaccinatiecampagne. Nu op dit moment, wordt, as we speak, worden de mensen geïnformeerd, er wordt getraind. En we hopen dat we maandag de eerste vaccins kunnen toedienen, aanstaande. We hebben nu de 1000 doses van Barbados, de gif van Barbados van India. Dat zullen we gebruiken. Daarmee kunnen we 500 personen inenten. Dat zijn de frontliniewerkers. Wanneer precies? Dus vrijdag gaan we dat officieel doen, maar de target is maandag. Het kan altijd, we moeten niet pinnen hier op een datum. En er zijn nog voorbereidingstrajecten die we moeten lopen. Training, interne communicatie, voorbereiding qua medische bijwerkingen. Dus dat moeten we in place hebben. Maar ik mag u zeggen dat het eigenlijk voor vrijdag gepland stond. Maar omdat we nog de trainers in het weekend virtuele trainingen moeten laten ondergaan. Dat we toch zeggen van laten we liever de mensen eens goed trainen. Laten we goed communiceren intern. En de start moet goed zijn. Ik wil niet van start gaan met de 5 mensen die we vaccineren. Ik wil gewoon een vlotte start hebben. En het moet een goede flow zijn van vaccineren. De WHO heeft de AstraZeneca vaccins die in India, Korea en Engeland worden geproduceerd goedgekeurd. Dat betekent de gift die gaat uit Barbados, die komt uit India. En we krijgen ook 50.000 doses als grant van India. Dat zal waarschijnlijk volgende week rond zijn. En we hebben dus gisteren bericht gehad van COVAX. Dat we in de week van 22 februari precies horen wanneer wij onze commitment die we hadden gemaakt aan COVAX en AstraZeneca ook kregen. Dus de bedoeling is en de verwachting is, als je mij vraagt, dat we in midden maart pakweg 70.000 tot 80.000 van AstraZeneca in voorraad moeten hebben, waardoor we eigenlijk, kan je zeggen, gewoon vlot ons plan kunnen uitrollen. Nee, maar de vraag was in principe, de keuring die WHO heeft gedaan, gaat het voor alle AstraZeneca vaccins of gaat het alleen voor de 1000 doses die we hebben gehad uit Barbados? WHO heeft een advies, algemeen advies en een goedkeuring voor de verschillende plekken. En de goedkeuring heeft plaatsgevonden voor de productieplekken van India en Korea. Dus wat we hebben is goedgekeurd, laat ik het zo zeggen. Dat was dus minister Amar Ramadine van Volksgezondheid vanmorgen voor aanvang van de Raad van Ministers. Het AstraZeneca-vaccin heeft een houdbaarheid van 6 maanden en het ministerie streeft ernaar om binnen die periode de vaccinaties te hebben gedaan.